Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video van Minecraft. Er komt het liever aan. Oh nee. 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 Chris? Chris, ben jij dat? Waar is de Auw! vuurcijfer? Ah, het heeft zo'n pijn. Wat is er... Je zit helemaal onder het bloed, Chris. Heb je spaghetti over me laten vallen? Fucking klootzak. Nee. Pas op bij je spaghetti, eet je tomaten en zo. Ik werd wakker hier al. Ik, daar. Want het leek net alsof ik van die berg afviel of zo. Want het, ja. Kijk, of camera. Want ik. Of dit we zijn gewoon aangevallen door iets of vielen van de berg af. Volgens mij vielen we van de berg af. Ik had dit gevoel en toen ging ik deze berg op. Zat met kutten en toen de wijze was het zo van de boef weg. En toen ineens viel het in slaap. En toen. En toen voel ik. En toen heb ik bijna terug te slapen. En toen had ik 16 steken. Dus, kijk eens, daar zit een village. Ja, dat heb ik gezegd, klootzak. Auw, oké, okay, rustig. Auw, rustig, auw. Ik wil niet nog dit dood. Ik zei het. Stop maar, ik kom er aan met een shovel. Rustig, verdomme. Rustig. Oké, okay, ik ben bijna dood. Oké, ik ook. Verdomme. Kijk even. Dit ging niet volgens plan. Ja. Ik moet jij dan ook even vermoorden, want dan ben je full health. Ik heb was niet bijna dood, jij hebt maar één hartje pijn gedaan. Oh. Ik heb full health. Kom. Nou, ik heb dit gevonden. Ik was tijd, we gaan tijd op ze goed zijn. Nee. Ik was helemaal hier naartoe gelopen. En toen heb ik het getapeet. Ja, en natuurlijk. Ik was eigenlijk een creatief gaan vliegen. Ja, fuck off, Quentin. High back. Oeh, een ezel. Ja, het is bepakt ezel. Ik had zadels in de blacksmith gevonden. Flying is enabled on the server. Ze dacht dat ik ging vliegen. Omdat het erop zat. Lol. Waar is je andere ezel? Hij is ergens daar al in de village. Zoek hem. Hier ook van de. Oké, okay, ik stop even op het stuff in deze ezel. Oh god. Oh, ja. Mijn kruf loopt vast. Ja, het is gefitst. Ik ga nog even in mijn huis kijken. Ons huis, ons tijdelijk huis in de village. Ik was gewoon op het dak. Oké, okay, even kijken. Hadden we het niet in? Nee, chillen. Oké, okay, waar is mijn? Oké, okay, hier. Ik heb het, waar zitten wat spelletjes, dus. Oké. Okay. Let's go. Let's go, waar gaan we toe? Oh, bergen. Verkeerd knopje. Alweer bergen. Over de bergen. We zijn hier in de. Wow, zijn er nog maar ezels en fucking veel paarden? Weet ik. Moeten we niet een village onderzoeken? Tijd dat de chesten bewegen op mijn ezel. Nee. Ik ga je nu nog een keer staan. Ik heb het al fucking uitge. Ik heb het al gezegd zo van. Ja, toen. Ik heb er even getapeet. En toen viel ik van de berg af, denk ik. Ja, want hij teleporteerde en toen viel ik van de berg af. En nu ben je zwaar gewond. En toen was het kwaad op je, dus ik liet je ook van. Doe eens kop gegeten door varken, einde. Verhaaltjes tijd, Mitlis. Ik druk zelfs control ingedrukt. Oh, super speed. Gaan we gewoon deze kant op? Welke kant gaan we op? We gaan naar het vooruit. Zuiden. We gaan naar het zuiden nu. Ja, we moeten nog meer naar het zuiden. We moeten niet naar het oosten of westen. Brrr, ja, het is koud. Oké, we gaan deze kant op. Naar het westen. East. Nee, oost. Dus oost. Fuck hem. Bacon, dit is dus anti-evenland. Ja, snap je? Pardons, oh, ik nog een stukje aan mijn paard. Ik reis hier eens op een paard. Ik vermoed deze eventjes. Dat is een paard, dat is een ezel. Fijn, Bacon. Kom, we gaan verder. Dat is gewoon een algemeen ding wat ik kan zeggen. Wacht op mij! Zit je een F5 of niet? Oh, wat ga ik doen? Oh mijn god, zoveel bloed! Oh mijn god! De klits nog erger dan mij, want hij is twee keer gevallen. Ja, één keer van mijn dak. Een andere keer gewoon... Lava! Wilde lava! Spring in! Hitte! Hitte, want hier is het fucking koud. Serieus.
Zo op de couch. Ik wil even een lava. Noorwegen, hoe overleef je die shit, oké? Okay? Noorwegen. Wat doe je met je leven? Scandinavië. Hoe doe je dat? Geen idee. Oh, ik kan die tippen niet eens zitten, dus zo in die mini. Ik kan jou niet eens zitten. Ik ga gewoon door die boom heen. Als een is. Eens ze springen zo weinig. Ze zijn zelfs nog te springen. Nou, deze saddles en die chest. De chest had ik gestolen van de blacksmith. Oh ja. En die zadel ook. Die zadels heb ik niet ingecheat, zoals meeste mensen dachten. Oh, water! Er is daar een klein gaatje. Ja, een gaatje. Moet het echt platten? Nee. Nee, dat moet je niet. Anders sta je er zeker niet meer in, hè? Hansje. Domme, dit paard gaat twee blokken hoog springen. Ik kijk of je het gaatje daar hoog. Oh, dat is gaatje. Bom. Gaatjes. Hé, hey, kool, zullen we het kool halen onderweg? Ja hoor. Kom hier. Kom hier, bitch. Kom hier. Bitch! Wat zijn armen is gebroken? We hadden helemaal geen armen, toch? Oh, wat een letter. Gebroken. Mijn keer. Tot op het pitback. Je hebt mij ook heel vaak gehit. Hij heeft 4 atjes eraf. Oké, ik dood deze koe. Deal. Oké, ik heb hem gedood. Oké, kom, we gaan verder. Auw, niet doen. Sorry, ik besplikte. Oké, doe gewoon even niks in je hand. Doe even niks in je hand. Vertrouw je niet. Laat die fucking koe eventjes leven. Ik had deze. Hey! Oké, ga ik van Bart af. Dat is zo'n pussy bent. Alleen, ik lag enorm. Eerst vanwege de opname. Tweede, omdat het fucking large biomes zijn. Ik had een spatsaanstone eruit en dan... Kijk, we hadden nu eten voor de village. Zo hardig zijn we. Zelf voor onszelf. Nee, het zijn het. We zetten totaal niks over onszelf. We zijn totaal niet egoïstisch. Nee, echt totaal wel. Echt totaal. Welke kant was. Dat moest de desk op doen. Deze kant op. Want dit is naar het noorden is het nu. Moeten we naar het oosten? We gaan maar naar het noorden. Oké, dan gaan we naar het noorden. Wacht. We gaan naar het Scandinavië. Gaan we springen? Die rivier is mooi. Gaan we langs. Oh, daar gaan we langs. Oké. Dit is gewoon een trip door. Oh god, Nederland! Laat de vader kun je even leven! Oh, wat heb ik? Laat de vader kun je leven! Ben je veganist ofzo? Wat op? Ik probeer ze van de rand te gooien. Om ze te redden, hè? Jij vieze dierenlaffer. Hier zijn zoveel koeien. Ja, zeg het, het is Koeienland. Ik zag het al. Ik heb er hier al een keer overheen gevlogen. Ik zeg iets over vliegen, nee, we zijn gewoon, hè? Mietjes, allemaal dood. Dood aan jullie. Zie je, dat is zoveel aan jullie. Chef, foppa. Spreekt er dit, is de rabbit kill. Oh nee, dagbaar. Als we daar een zwoord hebben, gaan we ze gewoon in tillen. Daar heb ik echt zin in. Oh, bitch. Als je goed springt, one hit, one kill. Ja, als je echt hoger dan is het. Ik ben aan het spammen om niet te fucking kun je zo fucking hard rennen. Ja, die moet je juist niet doen, want dan doe je zo weinig damage. Er wordt nacht, oké, we moeten doorzetten. We moeten doorzetten als we deze koeien hebben vermoord. En die creepers die doen ook een potje van, daarom zijn we ook zo zwaar gewond. Daar hebben we de meeste grote wonden van. En de kleerscheuren. En geen klerenheid. Geen leren klerenmeerheid. Nee, maar okay, we kunnen naar deze, we kunnen weer verder met deze. De vest is voor jou, hè? Kijk maar wat erin zit. Oké. Hey, geef me een rauw beef terug. Oké. Nee, je mag het houden, boeit dit wat. We gaan toch. Ja, we hebben het toch samen in totaal. Oké, we moeten niet die kant op. We moeten over dit stukje land hier lang. Nee, dan. Slimmer.
slim nog. Fuck. Laat maar. Gewoon de laatste. Gewoon aan de rand blijven. Anwar, wat doe je? Zoek een leven. Anwar. Auw, wat dit aan mij. Anwar. Ik ga door. Ik probeer dat te gaan. Anwar, stop. Stop, we zijn toch je vrienden, Anwar. Jij verrader, jij landverrader. Creepers, nog meer Anwars. Ik ga nu naar de top van de berg, volg mij. Please. Ik ben er ook naartoe aan het gaan. Ik ben er bijna. Nog meer Anwars. Volg mij. Ik moet even snel een goede view krijgen. Waar we precies zijn. Oh shit. Ah shit, nog een Anwar. Het heeft nog wat één keer. Ik word hier gek van. Brand in hel, Anwar. Had je zonnebrand maar op moeten doen. Hij heeft een paard gedood. Hij heeft een fucking ezel vermoord. Domme. Dat is mijn ezel, Anwar. Het regent, het sneeuwt, dus het werkt niet. Ik doe even snel deze chest op. Dit is jouw paard. Ja. Ga jij maar door, dan TP ik wel met een echt paard naar jou. En dus, ik zet even snel al mijn stuff in jouw paard. Kan dat? Dus pak even snel deze stuff. Nee, stap even op, dat is makkelijker. Oké. Maar ik wil niet meer deze paard eten, want deze is sloom. Oké, dan moet je ook de sloom paard kiezen, ja? Nee, we brengen gewoon, we lopen gewoon weer terug, pak weg. Het paard. Oké? Ze zit super ver weglopen. Was controle gedropt trouwens. Dit was gewoon voor extra eten, want we hebben bijna niks. We hebben totaal geen dieren. Ik heb totaal niet geen dieren. Oké, ik dacht wel eventjes dat mijn sprong dat dood ging. Ah, oh, je hebt het beloofd. Misschien moeten we deze ezel gewoon ontzadelen en dan vermoorden. En dan gewoon... Ja, er zijn wel veel ezels daar. Oké, ik breng nog even snel deze berg nog over vermoorden. Hij is gewond. Hij is volgens mij dood. Kom maar. Yeah. Ik hoef snel de shit eruit. Ja, doe er maar. En dat wil ik hem. Ah, niet mij. Oh nee, ik heb hem nog niet ontzadeld. Ontzadeld. En de chest krijgen we terug. Auw, je sloeg mij. Ik was bezig met de fucking shit terugleggen. Oh, sorry. Stop. Niet doen. Stop even. Stop. Het is niet zo ver lopen, het is niet zo ver rennen. Ik heb nu 58 stukjes beef in mijn vlees, hè. Beef in mijn vlees. Hey, kippen! Kippenvlees. Wat is er niet? Is dit een teef? Een hele diepe teef. Kijken? Gewoon even door. Je wat zat er dus bij. Dit kom, we gaan gewoon door. Maar volgens mij rennen wij sneller dan die ezel. Ja. Parcours over water. Ik pak mijn cola. Ah. Deze verse cola light is helemaal niet vies. Chris, jij hebt je span toch daar? Maar... Ja. Dat is cool. Ik was eerder. Lafaard. TP, maar. TP. Ja, ben je daar? Ja. Je had gewoon slash TP kunnen doen. Nou en ik had nog niet zo extreem van leven. Nou, verdomme. Volg mij. Oké, ik heb straks het kiezen wat voor soort paard. Dus, ja joh. Ik ga nu even kijken. Ik ga even snel spullen uit de plek. We gaan niet pad, we gaan dit gewoon bouwen. Ik heb iron leggings. Fuck jou, Quentin. Ik ben een sexy broekje. Fuck jou. Serieus, heb je iron leggings? Ik heb een sword. Ik ook. Ik had het gevonden. Ik had in een chest gevonden. Ja, deze chest. Ja. Dat zag ik, maar ik heb er gewoon eentje, dus ik hoef het niet. Ik had het gewoon gepad. Misschien dat het omsmeden tot iets anders. Nou, maar eerst gaan we wat andere paarden tellen. En dit heeft snel over doen. En binnen blijven voor de rest van de dag. Want het regent. Hey, wil je wat leren armor? Ik probeer even je paardje te tellen. Paardje, wat aan mij. Ik pak wat leren armor voor je. Wat?
waarom zeg je nee, paardje? Paardje, waarom zeg je nee? Waarom zeg je nee? Omdat je van me gaat houden. Dan moet je rijden. Gewoon nu huis van me. Mag in ons hart zijn. Okay. Ik heb eentje gestemd. Ik ga door met de volgende. Ja, doe maar dat. Ik heb hier een zwart paard. Ik ben type zwart paard. Want de zwarte paarden zijn altijd beter dan witte paarden. Zijn altijd ietsje sneller, sterker of zo. Net zoals het echte leven. Sorry, het klinkt misschien heel racistisch, maar het is een feit. Ja. Maar ik weet niet welk ras ik ben, dus ja. Hoe kom jij aan met de armen? Ik heb het net gemaakt voor al die koeien hier. Maar jij hebt ook al mijn dingetjes gepakt. Oh, wacht, laat maar. Ik geef je ook. Wat een vriendje of ik veel wilde. Hé, hey, zwart paard is voor mij. Dit is voor mij. Nee, ik ben negerpaard. Maar eet het hier paard voor jou getemd. Ach, die paard is fucking lelijk. Ik ga een andere. Volgens mij, witte paarden, volgens mij zijn zwarte paarden sneller, witte paarden springen hoger ofzo. Ik ga het even snel, misschien is er nog een mooie buiten de village? Ja, ik heb er hier eentje. Nee, echt een prachtige. Ik ga deze eens eventjes. Ik heb een mooie gevonden. Hij staat op een berg om mij te wachten. En ben jij de goede? Nee, je bent de goede. Nee, je bent niet goed, je hebt weinig health. Ik wil wel een beetje dat mijn dier een beetje leven heeft, hè? Doe deze snel. En ik weet niet hoeveel health. Welke? Ik heb de nieuwe zwart paard getemd. Waar? Maar ik heb nog een zwart paard getemd. Maar! De bea! Dus de bea! De snelle tijd hier staat. Hier staat hij. Deze heeft best wel veel held en is snel. En ik doe nu mijn golden horse armor erop. Ja, ik pak er ook een beetje. Nu lijkt het alsof er niemand op de paard zit. Bij mij. Ja. Paarden lopen niet. Dat is een bug. Maar paarden lopen niet ver van hun spawnplek, dus ja, we kunnen ze gewoon hier laten. Want ze lopen maximaal tot die bergen. En tot de rivier, maximaal. Want ze kunnen maar zo ver lopen. Wat zullen we gaan doen, Chris? In deze leuke video. Laten we deze village upgraden! Yeah, met? Gewoon huizen bij te maken. Ik heb een stal gevonden! Ja. Nee, dit is een diepe, En dit is een huis. We maken wel een apart stal. Gewoon eentje voor. Wie zit er twee koeien in? Dus ze moeten even dood. Wacht, is deze vegetariërs. Dan kijken we gewoon of er goede vulletjes zijn. Oeh, dit witte paard wil ik ook even hebben, hoor. Maar even omdat hij mooi is. Ik vind het gewoon een beetje. Oh, daar is een focus. Daar is even evenveel hoofd. Wacht dan, volgens mij springt hij over, maar hij is weggegaan. Een fucking armorer. We hebben een farmer. Ben jij farmer? Nee, ik heb een putje. Ik heb alvast één wit getemd paard. Oké, zoek een, hoe heet het? Zoek een racist. Gevonden. Zoek een farmer. Blijf gewoon even op mijn paardje. Zoek een fucking farmer, we hebben een farmer nodig. Fuck. Ik vind juist. Ik geef wat beetroot. Ik geef snel wat planten aan. Heb je beetroot dan? Ja, hier. Dit. Dit is beetroot. Dit is beetroot. Nice. Ultimate seed. Ja, ik weet het. En voor de mensen die het willen weten, dit is de seed. Ik heb hem gewoon random ingetypt en hij is fucking nice. Je hebt niet in de chat getimed. Nee, maar ik heb slash sheet gedaan. Een sheet. Oh. Ja. Oké, het gaat goed. Wat? Maar in ons hart zijn wij allemaal lelijk. Oh mijn god, ik heb gedaan. Oh my god. Oh mijn god.
Ik zit wel eens op. Ik doe me eindelijk een farmer hoor. Ik ben gewoon eindelijk een farmer. Precies. Dat is gewoon normaal weg. Dat is makkelijker. Nog een andere nog plaatsen. Ook al zijn ze niet klaar en er zijn er gewoon heel veel klaar, dan houdt ze gewoon allemaal. En nog een vorm heb ik gespot. Ik heb ook eentje gespot. Oh, dan had je deze ging pakken. Oh, de. Paardje, je moet er wel. Meneer Paard. Meneer Jan van der Paarden. Kom mee. Sorry. Als ik ben het aan het farmen gewoon met mijn fucking vlees. Ja, als iemand in deze village vegetariër is, fuck jou. We hebben alles gevaar met vlees. Ja, domme paard. Sta niet in. Doorlopen! Is jouw paard. Ik ga de aardappel farmen met. Ja, dit met steak. Hier. Is je paard fuck jou op de farms. Ik zit nu op de paard. Oké, we moeten nu wel. Maak een stal. We moeten een stal maken vandaag. Voor de klootzak in moeten dumpen. Ja, en dan moeten we wel eventjes een doen met wie het spoelt. Dat is jouw paard en dat is mijn paard. Mijn paard is degene met meer health. Hoeveel heb jij? Mag ik zien? Ik heb shift. Oké. Jouw heeft. Meer health. Meer, maar deze is sneller. Oké, testen, kom maar. 3, 2. Hierop? Nee, hierop naar beneden. Oh, tot het bos. Oké. 3, 2, 1. Je bent sneller, ja. Oh, je bent een stuk sneller, ja. Oh, ik voel je bijna in, hè? Faal! Nee, maar als je op een paard rijdt, dan word je sneller. Maar. Zombie villager! Gewoon ontwijken, gewoon weg. Nee, maar die zou goed zijn. Ja, doorheen. Gewoon gaan. Nee, als eerste moeten we zo meteen een muur op het stopje bouwen. Ik heb zo'n hele mooie muur, die zijn in survival. Het is niet voor fences, het is gewoon met ook wood logs. En trekkers zeker. Ja, heb je die video ook gezien? Van Krayen? Ja. Zo. Dit is. Ik ga even één keer cheaten. Ik zit de deur staat open. De deur staat open. Nee, zo snel slush time set D. Doe jij het? Stem set. Set D. Ik heb het gedaan. Dood. Oeh. Wow. Ik doe het eventjes. Zo. En dan deel ik het. Stop in de eters chest. De onderste. Oké. Waarom zat er een fucking bootje in de eters chest? De drop chest is gewoon. Helemaal boven. Oké. Chris, ik heb thuis bij die andere beest heb ik nog wel wat, hoe heet het, liggen. Wat? Wat overigens en ik kan me misschien wel gebruiken. Het over! Dus slash kill bij jezelf. Vermoord jezelf dan. Oké. Voor alles vlees mag je. En dan neem je een beetje. Altijd mensen, ik heb dit huisje gebouwd. Fucking hell. Kijk mensen, prachtig hè. Later gaan we het nog decoreren. Het is een fucking kuthuis. Straks zitten mensen echt van, het is het leukste uit het kort gezien. Kansen zouden typen. Ja, het is een fucking kut homo. Die alleen aan Liemse ballen ligt. Hé, nu hebben we achtergekomen, Quentin heeft iets tegen homoseksuelen. Nee, ik heb iets tegen Tasteras die irritant doen. Maar je zei net. Dat een kut homo. Ja, dat hij komt eruit gekleurd of niet? Nee, misschien niet. Hij zegt dat hij uit de kut komt. Maar stiekem niet. Oh, dude, in die fucking chest! Dude, jij ging toch bouwen, dude? Dude, nee, Rony. Dan moeten we meer hebben. Jouw paard heeft meer helden dan de mijne. Mijn is meer een tank. En mijn is meer een. Jouw is meer een snelheid. Oké. Okay. Mag het wat? En wit mag ik nog maar hoog springen, maar ze zijn kut. Ja, mag het wat log? Huh? Of heb je ook logs niet gepakt? Ik heb zo wat. Nee, dat vond ik jou, kind. Ik ga niet in mijn kont aanranden.
Oké, okay, ik ga de muur denk ik een beetje afzetten. Maar dat moet wel een grote muur zijn, hè? Ja, weet ik. Oké, okay, waar gaat de bos komen? Ik denk hier, oh. Ben je in game mode 1? Nee. Ja, ben je in game mode 1? Nee, sla me maar. Sla me maar. Het is een game mode 1, wat denk je wel? Sla me maar, je kan me gewoon slaan. Dan moet je niet misslaan, au. En dan zag je in die chat, ik vind de staal game mode, Septo, survival. Game mode. Oké, okay, gelukkig. Mijn game lagde, dus ik sloeg hier de hele tijd, maar er gebeurt niks. Je staat in de weg. Oh, nu ben ik geslagen. Je staat in de weg. Oh, nog een keer. Stop. Kijk, stop met je magische krachten. Ik sta nu achter je en slaap. Stop. Ik ren even weg van je, maar ik word helemaal geslagen. Je rent dus niet weg. Ik stond echt serieus de hele tijd achter je. Fuck ben ik? Respawn! Oké, ik moet even weg! Ik dacht het al, dat je... Ik mijn kruk ging een beetje raar doen. Want anders zou ik zeggen, stop, maar ik had nog full health. Ik dacht, ja, je hebt dus alles al gedaan. Ik ben een beetje afzet hoe de muur gaat worden. Dus ik ben er weer. Het is tijd, ik heb de muur al een beetje afgezet. Ik ruik nog steeds naar iets wat mensen niet smakelijk vinden. Naar zijn eigen ballen. Zo goed! Hoeveel... Ik ga vast beginnen met hout hakken. Doe maar. Ik ga gewoon heel ver weg. Sorry mensen. Even wat doen. Want ik moet de pakkezel in. Is niet erg. Toe. Ja, ik moet even snel een pakkezel hebben. Want anders kan ik al die shit niet dragen. Zoveel hout kan ik niet dragen. Gewoon echt heel veel hout hakken. Zo. Zo. Bam. Helemaal de zero. Thanks. Ezel, hallo. Hé, hey, kleine bitch. Ezel! Drop me niet, hè. Als je me nu drop, ga ik dood. Grapje. Ik wil op je rug. Misschien krijg je dan een gebroken rug, maar nou en. Ik heb de termination. La la lady. Wat wekker ding. Is er straks een... Ja, ik heb hem. Video gaat nog. Oh, ja. Verkeerknopje gedrukt. Lol. Oh, nog een keer verkeerknopje. Zit er nog steeds in? Wat zit er nog steeds in? Dat ze het zei. Wat zei? Is de recording, is het geluid niet wel aan? Ja. Alleen wat Janet zei, horen ze waarschijnlijk wel. Ik heb geen idee. Blij met je zorgen, jij! Want het is niet gaaf. Verdomme dikke me. Ik wil echt gewoon zo graag een demo de 1 om dit iets zo fucking muur te bouwen. Dat mag weer niet. We nog een tijd te zeuren. Is je echt survival? Oh mijn god, Klis valt weg. Klis valt verdomme weg.
Moment, mensjes, ik bel hem heel eventjes terug. Plus, serieus. Serieus. Is zo eventjes weggevallen. Hij komt binnen een stondje terug, hoop ik. Met op ongeluk op het verkeerde knopje gedrukt. Is tja. Ja. Chris! Come on, Chris. Don't let me alone. Waarschijnlijk is internet weer kut aan het doen. Dat is altijd. Oh, fucking kut internet. Daar ben je weer. Sup. Je internet zeker weer? Yep. Dacht ik al. Is het nog steeds aan het draaien? Waarschijnlijk. Denk ik. Geen idee. Maar... Oh nee, ik heb... Daar kan ik tevreden. Ik denk dat dit het einde is van de video. Tot de volgende aflevering.